De opruimte in Vlaanderen is heel belangrijk voor de maatschappij, want er is heel veel vraag voor de diensten van het landschap. De voedselproductie, natuur, recreatie, bescherming tegen overstromingen. Dus dat is heel belangrijk. Dat zie je ook in het beleid. Er is heel veel beleid die zich richt op de open ruimte. Bijvoorbeeld het klimaatplannen, maar ook de plannen van lokale ontwikkelingen, voedselproductie, natuurbescherming, etc. Dus de uitdaging is eigenlijk om al die noden die samen te brengen, zodanig dat je naar win-win situaties komt. En dat er eigenlijk ook kansen gecreëerd worden voor natuurlijke processen en voor de biodiversiteit. Daarom hebben we het programma van multifunctionele landschappen. We willen daar onderzoek doen om gebiedsgerichte ontwikkelingen te ondersteunen. Dat doen we enerzijds door de multifunctionaliteit beter in kaart te brengen, de zogenaamde ecosysteemdiensten, en welke diensten levert dat aan het landschap, maar ook al de actoren die in dat landschap actief zijn. Ten tweede gaan we ook participatieve processen ondersteunen. Dat doen we door co-creatie te stimuleren, maar ook systeemdenken binnen te brengen in die processen. En ten derde kijken we ook naar beleidsprocessen en governance om het beleid voor deze streken beter te maken. Dit passen we toe bijvoorbeeld in het programma van de landschapsparken wat nu bezig is. Ook voor visievorming van overstromingsgebieden, valleigebieden en ook voor groen-blauwe netwerken in het landbouwgebied.